Vanmiddag hebben wij de Heilige Schriften open liggen en wel bij een gedeelte vanuit het Nieuwe Testament. En u kunt bladeren naar de Handelingen, Handelingen 4, waar wij straks een ogenblik, kon en mocht het zijn, met de hulpe des Heren willen stilstaan bij de eerste 22 versen. De apostelen, ze zijn op het machtsbevel van de Heilige Geest uitgezonden om het evangelie te verkondigen. De opgestane levensvorst, de Heere is waarlijk opgestaan en dat evangelie, dat wordt verkondigd niet alleen onder de Joden, maar over het ganse aardrijk van Jeruzalem tot aan Rome en over de ganse aarde. En zij spraken niet zoals de mensen van die tijd, en zij spraken niet zoals de schriftgeleerden. Velen verwonderden zich, ook al in hun eertijd, toen zij nog voornamelijk discipelen werden genoemd en in de handelingen werden zij apostelen genoemd, zeiden velen tot elkander, deze spreken niet gelijk de schriftgeleerden. En velen dachten dat onder andere een Petrus en een Johannes, dat zij ongeleerden waren en dat zij ongeletterd waren ten aanzien van het Sanhedrin te Jeruzalem. En u weet, die smartelijke weg die in Handelingen 4 is opgetekend, terwijl dat Petrus en Johannes vol van de Heilige Geest verkondigen van de opgestane levensvorst en dat zij een ieder aanspraken, u hebt die heilige en die rechtvaardige, hebt gij verloochend, aldus Handelingen 3. En u heeft de levensvorst aan het kruis genageld. En velen hoorden die toespraken en die predicaties, hoorden zij aan. En blijkbaar waren er onder het volk, namelijk de priesters en de hoofdman des tempels, en zij hoorden een Petrus en een Johannes. En een Petrus en een Johannes, zij werden opgepakt en voor het Sanhedrin gedaagd. En hier zien wij ook de vervolging der gemeente. Petrus en Johannes, zij worden gevangen genomen en in de boeien geslagen. Want velen in die tijd, en voornamelijk de overste raad, zij dachten, ach, dat zijn ongeleerden en ongeletterden. Maar zij hadden het dierbaarste onderwijs van de Heere Jezus verkregen. Namelijk om te verkondigen van die levensvorst, van die ene naam onder de hemel gegeven, door de welken wij moeten zalig worden. U weet, Petrus, zijn naam betekent grote of steenrots. Want de Heer Jezus Christus, hij heeft zelf getuigd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En zoals in de Bijbel Gods kinderen, zijn apostelen, discipelen, zijn getuigen, zij hebben een Bijbelse naam verkregen en zowel ook Johannes. Johannes, zijn naam betekent overgezet vanuit het Grieks, Yahweh is genadig.
Wat een blijde naam. Wat een liefelijke naam die Johannes heeft verkregen. En zo werkt nou de Heilige Geest in de harten van zijn apostelen. Want Petrus, hij is vervuld. Ja, niet van zichzelf. Niet van aanzien. Maar Petrus en ook Johannes en de anderen, zij zijn vervuld met de genadeboodschap van de Heer Jezus Christus. Maar vooraf, in Handelingen 3, wordt die schade toch aangesproken in al zijn scherpte, in al zijn gepastheid. Want ondanks dat er een wonder is geschied, dat een kranke, dat een kreupele wordt genezen, nochtans komt de Hoge Raad in opstand. Het is nog niet zo lang geleden en ja, die kreupele, een zekere man aan de Schone Poort. Ach, hij werd genezen en op het woord van Petrus, ja, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En blijkbaar was de Hoge Raad ook ter oren gekomen dat de apostel Johannes en Petrus, dat zij die scherpe, nochtans waarheid verkondigen. Zij verkondigen van die ene naam onder de hemelen gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. En zo dan ook. Ja, de Hoge Raad, het is ter oren gekomen. En de tempelwacht, de hoofdman, is het ter oren gekomen. Ja, en wie zijn deze ongeletterden? Wie zijn deze ongeleerden? Want zij meenden dat die apostelen, dat zij ongeletterd waren. Maar zij verkondigden niet zichzelf. Zij verkondigden niet een dode vorm, maar zij verkondigden die blijde boodschap. Want zo even op de Pinksterdag, waarachtig 3000 zielen tot God bekeerd. En later schaden zich 5000, die door het geloof in het hart getroffen waren, die de schuld hebben leren mijnen. Gij hebt de lieden gezondigd. Gij hebt de Heer Jezus, de levensvorst, veracht. En door uw hoogmoed hem aan het kruis genageld. En later spraken velen, ach, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ach, en daarom die scherpe boodschap van Petrus en Johannes. Maar vooraf willen we eerst het gedeelte lezen van Handelingen 4, de eerste 22 versen, waarna wij een zegen willen vragen over het heilige woord en de opening van onze harten. Hierboven staat Petrus en Johannes voor den raad. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hem en zetten hen in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. Dus zij moesten slapen. Komt naar de orde van de andere dag. En velen van diegenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden
te Jeruzalem vergaderden, zoals ook naar de gewoonte die daar was. Let wel, dat is een goede gewoonte. Goede gewoonte, goed onthouden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zoveel er van het hoge priestelijk geslacht waren. Dus ze waren allen vergaderd en ieder was opgetrommeld om Petrus en Johannes eens flink te onderhoren. Om dat te doen. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, als wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad, vanuit Handelingen 3, aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Dus die kranke, die was genezen door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, dien gij gekruisigd hebt. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En het woord hoofd, dat staat met een hoofdletter. Het heeft een diepere geestelijke betekenis. Hij is immers het levende hoofd van de levende gemaakte kerk. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemelen geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Zij nu dan ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. Dat is opmerkelijk, hè? Ik heb er volgens mij altijd overheen gelezen. Maar het is opmerkelijk, die kranke die nu gezond is, die staat ten getuige daar bij die raad. Die niet in tel was bij het volk, die staan nu voor getuigen bij de raad. Bij die zogenaamde geletterden. Bij die zogenaamde verstandig. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander. Zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er is een bekend teken doorgeschied, is openbaar aan allen die te Jeruzalem zijn. En wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Kijk, ze konden geen valse vonden tegen hen vinden. Nee, ze konden geen valse vonden optrommelen. Ach. En dan toch zo verhard. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen dan scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet meer zouden spreken nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, jullieden meer te horen dan God? Wie heeft over u de uiteindelijke rechtspraak? Dat is namelijk de Heer Jezus Christus.
maar Petrus en Johannes. Ach, want zij, wij kunnen niet meer laten te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigen hen nog te meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. Tot zover de schriftlezing. Willen wij eerst een onmisbare zegen vragen over deze Bijbeloverdenking en de opening van onze harten uit genade. Almachtige en heilige, rechtvaardige God in de hemel, u ziet ons hier vanmiddag bij het geopende woord, bij het gelezene woord. Ach Heere, u ziet en ieder persoonlijk, u weet wat er in de harten leeft en hoe wij luisteren, maar ook hoe wij spreken. Ach, wilt u maar geven dat wij verslagen zijn in het hart, gelijk die pinksterlingen op die dag, op de Pinksterdag, getroffen en verslagen door eigen afmakingen en zonden, maar nochtans hulp van boven te verlangen en uiteindelijk ook hulp van boven verkregen hebbende om te stamelen van de grote werken van uw handen, opdat u een woord des levens zou willen schenken in de harten, wij dat, die dat niet verdiend hebben. Wilt u zelf met uw woord overkomen? En u weet ook alle bestrijdingen die er kunnen zijn in de harten. Ach, wilt u ons ondersteunen als wij een ogenblik uw woord wensen te overdenken? Wilt u zelf de harten bepalen bij de woorden die noodzakelijk zijn? Op weg en reis naar de eeuwigheid, die eeuwigheid waarvan het woord al zegt dat er geen einde aan is. Wilt u alles afsnijden wat van de mens is? Want wat van de mens is, kan niet bestaan. Maar Heere, u kunt met uw woord overkomen. Spreek slechts één woord en uw knecht zal genezen zijn, omdat zij of hij genezing verlangt van onder uw eeuwige armen en vleugelen. Want u bent deze wereld gekomen om van uzelf te getuigen, op een hele eenvoudige, maar toch een waarachtige wijze. En u heeft ook menigmaal in uw woord getuigd dat u de weg en de waarheid en het leven bent, en dat wij van nieuws geboren moeten worden, omdat dat nu eenmaal noodzakelijk is in dit leven, om voor u te buigen, voor Koning Jezus, aan uw voeten te komen, om door u geholpen te worden ter bekwame tijd. En nochtans, u weet ook in de harten welke bestrijdingen er kunnen zijn, van aanvechtingen, van de boze die telkens spreekt, gij hebt geen heil bij God, en van de mensen die spreken, zoals bij de apostelen, je bent geen geletterde, je bent geen geleerde. Ach, wilt u alle barrières doorbreken en zelf voorspoedig rijden op het woord uwer waarheid. Ook deze middag, zo voorafgaande aan de Sabbatsrust, waar wij hopelijk met zijn allen weer naar uw huis kunnen,
Wilt u dan ook uw gane geroepen knechten zegenen die het ook nodig hebben, die het moeilijk hebben? Wilt u ze ondersteunen van onder eeuwige vleugelen? Ach, wilt u alle vooroordelen en alle toestanden van de mens eens waarachtig wegnemen? En wilt u zelf met uw woord spreken, omdat u woorden hebt, namelijk van eeuwig leven? En dat wij door genade de schriften zouden onderzoeken, want deze zijn het die van mij getuigen. Het is van de levensvorst, de opgestane levensvorst. En uw woorden zijn heilig en rechtvaardig. En de mens die rommelt maar wat aan. Ach, wilt u orde scheppen, zoals u dat altijd doet? Zoals bij de schepping, waar u ordelijk alles netjes en volmaakt hebt geschapen. En als wij daar toch op zien, op deze tijd, dat alles weer ordelijk bloeit in de natuur, en dat u zorgt voor een ieder, en dat u zelfs nog onderwijs wil geven vanuit uw heilig, onfeilbaar woord, wat al decennium, wat al eeuwenlang blijft en wat zal blijven, en waarvan uw knecht Maarten Luther heeft getuigd, dat uw woord in eeuwigheid zal blijven staan en vast zal staan, en dat het geen duimbreed zal wijken. Dat is genade. Dat is genade. Dat u zelf met uw woord wil overkomen. We hebben dat niet verdiend. Maar nochtans smeken wij u om genade. Om vergeving van de schuld. Om opzien. Door u. Tot de opgestane levensvorst. Wilt u dan ook zijn met al uw gane getrouwe dienaren die de bazuin des evangelies weer aan de mond hopen te zetten en door uw geest geleid worden, zoals bij de apostelen, zoals bij Johannes, wiens naam is getuige van Yahweh, en gelijk een Petrus, ja, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zoals bij die eerstelingen der gemeente, van u, van uw getuigenis, van uw waarheid, en van de waarheid, want u bent de weg en de waarheid en het leven. En dat is niet te vergelijken met deze wereld. Want een wereldling staat er maar arm bij in deze wereld. Maar uw kinderen, zij zijn rijk in u. Vaak is dat met het blote oog niet te zien. Maar wel door u. Ach, dat wij een geestesoog zouden verlangen en verkrijgen, opdat wij getuigen van u, getuigen van de eeuwige levensvorst, die dode zondaren levend maakt, door uw gepaste, ontwijfelbare getuigenis en uw woord, door uw geest gedreven. Want zo heeft u uw volk toch altijd geleefd, gedreven door uzelf. Zelfs onderwijs willen schenken in de barste omstandigheden naar de mens gesproken. Zelfs onderwijs in de gevangenis bij Johannes en Petrus, bij Paulus en Silas. Onderwijs zelfs aan Johannes, die alleen in de gevangenis was, waar u die discipelen heeft uitgezonden om tot Johannes te getuigen. Het zij per brief, of het zij weer anders, zo onderhoudt u uw volk. En zo geeft gij uw zegen, namelijk op uw tijd en op uw wijze, opdat onverstandigen en tragen van hart door het geloof getrokken worden met liefdeskoorden van eeuwige ontferming en genade. Dat is alleen uw werk. Schenk ons dan alstublieft de bedouwing en de bediening van die Pinkstergeest die is uitgestort op de apostelen. Wij hebben niks verdiend, maar nochtans smeken wij u uit genade of u ons wilt sterken. Meer dan met de uitgezochte spijzen, met die spijzen en die drank die nooit vergaat. Dat is met uw eigen bloed.
en met uw eigen vlees, opdat u een nieuw en een rein hart zou schenken door water en geest en door vuur gedreven, het vuur van uw heilige geest, opdat u doden zou opwekken uit de doden, ze levend zou maken voor uw heilig aangezicht, als een reine voor uw aangezicht gesteld. Deze heb ik waarlijk lief gehad. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom zijt gij niet verteerd, o kinderen Jacobs. Land, land, hoort des Heeren woord. Omdat u voorspoediglijk rijdt op het woord uw waarheid. En dat wij zouden verdwijnen en dat u zou komen te verschijnen. Ach, u weet alle bestrijding. Waar gaat die bestrijders van buiten en binnen toch tekeer? Opdat uw naam zou overblijven en dat wij zouden smeken om uw goede tierenheid. Als het in uw raad en voorzienigheid kan en mag bestaan. Om uw heilige naam wil. Dat is om de Heer Jezus Christus willen. Amen. Als ik u zou vragen, waarom spraken Petrus en Johannes, de apostelen, waarom spraken zij tot die menigte van mensen die samen gedrongen waren op de Pinksterdag en daarna, daar bij die genezing van die geraakte en van die kreupelen, waarom spraken zij over de Heer Jezus Christus? Dat was omdat zij, gedreven door de Heilige Geest, niks anders meer konden verkondigen dan de Heer Jezus Christus, die zondaren getroffen in het hart, zalig wil maken van hun zonden. En als ik u zou vragen, wat was nou de belijdenis van de apostel Petrus? De geschonken belijdenis door de Heer Jezus Christus zelf. Wat was nou die belijdenis die Petrus in het hart gedrukt werd? In Matteüs 16, het 16e vers, die waarachtige, die standvastige woorden, waar de apostel Petrus de antwoorden geeft. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Gij alleen zijt waardig te ontvangen alle lof en aanbidding waardig. En waarom werden Petrus en Johannes nou voor die raad gezet, voor dat Sanhedrin? Omdat zij getuigden, omdat zij verkondigden wie de Heer Jezus Christus, de Nazarene, nou wil zijn voor een gans uitgewerkte zondaar. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Dus dat was niet zomaar één groepering. Nee, dat waren er wel drie. Of dat waren er wel vier. Want zij hadden heus wel gehoord dat zij verkondigden van de levensvorst van de Heer Jezus Christus. En zij wilden dat niet horen. Als het ware stopten zij hun oren dicht. Wie denken wel dat deze apostelen zijn? Zulke ongeletterde, zulke eenvoudige, voormalige vissersmannen. Wie denken zij wel dat zij niet zijn? Zij horen in de tempel te zijn. Zullen zij wel gedacht hebben. Zij horen. Zij brengen opstand. Want velen in die dagen, ja zeker voor de priesters, laten we wel zijn voor de hoge priesters, dan moeten wij ontzag voor hebben. Maar de Heer Jezus Christus, hij is zo'n geheel andere weg gegaan met zijn apostelen.
met zijn discipelen in hun eertijd. Zo'n geheel andere weg als dat de Sadduceeën dachten en de priesters en de oversten. Want velen leefden bij de ceremoniële wetten vanuit het Oude Testament, bij de spijswetten en bij het doen en laten, weet u wel. En zij geloofden ten diepste niet in de Zoon des levende Gods. Zij geloofden niet in de Heer Jezus Christus. Maar in het woord staat, wie de Zoon des mensen niet lief heeft, die zij een vervloeking. En daarom, zij ergerden zich zo. En ze zijn ontevreden, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden. En hier heb je het antwoord, en verkondigden in Jezus en de opstanding uit de doden. Ach, zij geloofden helemaal niet dat die mens uit Nazareth, dat hij de Zoon van God was. En ook al hadden zij in de schriften in het begin van hem gehoord en zijn tekenen en wonderen gezien, nochtans geloofden zij in hem niet. Ach, zij geloofden misschien wel dat hij zeker wel zeer geleerd was. En zij geloofden ook wel dat hij behoorlijke Bijbelstudie had. Maar op een zeker moment, en dat is een smartelijke weg, zeiden zij, zij werpen de duivelen uit door de overste van Beelzebul. Ach, wat een erge staat. Wat een erge staat om dat werk van die lieve heiland verdacht te maken. Het is verschrikkelijk. Goeddoende over deze aarde gegaan. Van zijn Vader in de hemelen getuig. Onze Vader. Gegeven. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op deze aarde. Goeddoende. Maar zij hebben valse vonden gezocht tegen de levensvorst. En nu ook van zijn getuigen, van Petrus en Johannes, voor de raad, voor het Sanhedrin genomen zijnde. Enkele van de hoofdmannen van de priesters, zij hadden zich gevoegd bij de menigte. En zij hadden heus wel gezien dat die kreupele man daar bij de schone poort, op het machtsbevel, ten diepste van het goddelijke opperwezen, door een Petrus en een Johannes is opgewekt. Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. Ach, op het bevel, op het machtsbevel, wat Petrus en Johannes door de werking des Heiligen Geestes in het hart verkregen hadden. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Grijpende hem bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. Wat gebeurde er toen? Stond hij een beetje wankel? Nee, hij opspringende. Geloven, dat is het werk van de Heilige Geest, die leven schenkt aan de zielen. En ik geloof ook dat bij Gods kinderen, dat het zij dat zij in Gods huis zijn, dat ze wel eens van die smaken krijgen in de ziel. Door de werking des Heiligen Geestes, van de liefde, van de trouwe vaderhand in het hart gevoelen. En dat ze soms zo door de liefde gedrenkt zijn. Dat ze eventjes achterin het zaaltje moeten staan, omdat die liefde zo groot is dat zij die niet kunnen dragen. En dat ze eventjes afgezonderd moeten zijn
En dat ze wel eens moeten bidden, ach, neem iets van die liefde weg, want ik zou verteren. Ik heb het niet verdiend dat u zo naar een verlorene omziet, dat u nog doden doet opstaan, dat u zoveel geestelijke gaven geeft. Dat is al zo'n wonder. Tijdelijke gaven, een dak boven het hoofd, de gezondheid, de kracht, en voor die kreupelen de opspringende vreugde in de Heere. De blijdschap springt op van vreugd. Springt op van vreugd. Omdat u God u verlost heeft. Ach, geliefde. Dat woord. Dat eeuwige getrouwe woord. Dat mochten Petrus en Johannes spreken. Heel eenvoudig. Niet met allerlei opsmukken en allerlei bijkomstigheden. Niets dan het woord alleen. Wij prediken u Christus Jezus en die gekruisigd. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar de raad, ze was zeer ontevreden. En het was ter oren gekomen dus. Omdat zij verkondigde in Jezus de opstanding uit de doden. Ja, de Joden, de geestelijken, ze ergerden zich. Dat twee gewone Galileese mannen, hè, dat die eens eventjes zouden vertellen. Maar zij dachten dat zijn ongeletterden en ze weten het niet. En wij die geleerd zijn, wij die de Torah onderzoeken, dat is goed. Want de schrift zegt, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigden. Maar het heeft ook twee uitersten. Het gaat erom, hoe doet u dat? Om er zelf een beetje wat van te worden, dan is het maar een arm postje. Dan is het maar arm. Dan is het arm. Maar Petrus en Johannes, de voormalige vissermannen, zij waren getroffen in het hart door de werkingen des Heiligen Geestes. En zij deden dat niet om er zelf wat mee te verworden, want Johannes zegt ergens, laat mij maar verteren. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat heeft Johannes getuigd. En al Gods knechten hebben dat getuigd in de loop der jaren. Calvijn, getuigde, laat mij maar verteren. Ach, genade alleen. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. Maar de Joodse raad, zij sloegen de handen aan hen. En ze zetten hen in bewaring in de gevangenis. En het was al laat op de avond geworden. En nou, laten we het maar uitstellen tot de volgende dag. Want het was nu avond. Tja. En velen van degenen die het woord, het is opmerkelijk, het is niet zomaar een woord hoor. Moet je niet overheen lezen. Wat staat er? Woord met een hoofdletter. En dat is heilig. Dat is rechtvaardig. Kijk, daar past de gesteldheid van de natuurlijke mens niet bij. Nee. Dat is geestelijk onderwijs. Dat woord gehoord hadden. Geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Dus eerst 3000 zielen waarachtig tot God bekeerd op de Pinksterdag. En nu nog eens 5000, moet er niet overheen lezen. Dat het alleen maar voor een beperkt kringetje is. Tussen vier muurtjes. En dat het evangelie niet verder komt. Nee, ga dan heen en verkondig het evangelie. En alle creaturen dopende in de naam des Heren. In die driemaal heilige naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, de gemeenschap des Heiligen Geestes. Ach, die leven in de ziel blaast. Dat is een wonder. Dat is een soeverein werk. Dat is genade alleen. Hebt u daar deel aan gekregen? Door genade alleen. Uit genade zijt gij zalig geworden, om net zoals Petrus die belijdenis door genade uit te spreken.
Weet u nog wel van Matteüs 16, vers 16, waar hij getuigde tot de middelaar: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Al die mannen, zij geloofden aan dat woord. Waar geloofden zij in? De Zoon van God, die Heere is en die levend maakt. Kent u daarvan? Van die bearbeiding in de ziel, dat ondoorstrevelijke, dat ondoorgrondelijke. Opdat u uit moet roepen, ach, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. Zie of er een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg die ten leven leidt. Weet u nog wel van 139, van Psalm 139? Hebt u David ook lief gekregen door genade? En ten diepste de meerdere Davidszoon. Kent u er wel van? Getuigt u daar eens van? Ja, zij kunnen niet altijd alles zo klaarlijk en helder voorleggen. Ach, dat hoeft ook niet. En de ene die stamelt ervan. En de andere, nou, die moet eventjes achter in de kerkzaal. Even 10 minuutjes, even tot bedaring komen. Omdat de Heere zo heilig en rechtvaardig is, dat hij nog omgezien heeft naar een dode hond. Als een Mefiboset in zichzelf. Ach, daar lopen zij niet zomaar te koop mee, hoor. Nee. En in deze dagen is het toch ook, je moet zo geleerd hebben, je moet zus en je moet zo. Ach, maar als het werk van de Heilige Geest in de harten niet gepaard wordt, als dat niet in de harten wordt doordrenkt, ach, wat is het dan? Dan is het nog ijdelheid. Geef ons een tong en mond om u te loven, om te spreken de woorden van eeuwig leven. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Opdat doden zouden horen de stem van de levende opgestane vredevorst. Het is opmerkelijk. Ik weet niet of u het gelezen hebt in Handelingen 3. Maar dat is zo opmerkelijk. Van de vredevorst die is opgestaan. De vredevorst, daarvan getuigen zijn. Kijk, dat is nou een wonder. God is een God van orde, maar dat niet alleen. Hij is een God van vrede, van liefde. Wat hebben wij een goede God? Wat hebben wij een levende God? Wie is hij voor uw ziel? Kent u de smaken daarvan? Van die liefde die uitgestort is in de harten van de zijnen. Kunt u eromheen? Nee toch? Lees dat versje nog eens van de vierde vers. En velen van degenen die het woord gehoord hadden geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Hij zal zich verklaren. En hij zal zichzelf verordenen in de grote gemeente. Ja, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. En daar woont hij zelf en daar wordt zijn heil verkregen. En het leven in alle eeuwigheid. Dat wordt hier nu geopenbaard aan die mannen, die 5000. En het geschiedde des anderen daags dus, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. Dus ja, een vergadering op zich was de gewoonte. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van de hoge priestelijk geslacht waren. Dus ze waren allemaal opgetrommeld, maar deze vergadering was niet zomaar een vergadering. Nee, want zij hadden gehoord van die apostelen die op de Pinksterdag hadden verkondigd van de Heer Jezus Christus, dat zij hen aan het kruis genageld hebben, dat zij die heilige en die rechtvaardige verloochend hebben. En dat zij, ach, zij, maar waar gaat die vinger nou naartoe? Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen die heilige en rechtvaardige en onze ziel. Daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, ach, verhard u niet. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Maar blijkbaar, hier is het verhardingsproces van de raad aan het voltrekken, want zij vergaderden ten diepste tegen een Petrus en Johannes.
Dus die twee werden in het midden gesteld, Petrus en Johannes, en de hoge vieren raad, waar de mensen tegenop stonden en kijkten, die zou Petrus en Johannes wel eens goed onderzoeken. Door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? En ik meen dat hier gesproken wordt over de opwekking van de kreupelen en van de scherpe boodschap die Petrus en Johannes verkondigden. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Maar Petrus, wat was er nou met Petrus aan de hand? Zakte de moed hem in de schoenen? Nee, staat wat anders. Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest, zeide tot hen, gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls. Dus ze werden zelf aangesproken. Het was de bedoeling van de raad om Petrus en Johannes te overhoren. Maar wat gebeurt hier nu? Petrus, vervuld zijnde door de heilige geest, hij keert het om. De rechtszaak van boven komt voor de raad. En nu spreekt hij door de alwetendheid des Heren, die raad aan. Gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls. Als wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad en een krank mens geschiet, goed en goeddoende gedaan, goed gedaan, goeddoende en een krank mens geschiet waardoor hij gezond geworden is. Hoe kunt u dat nou verkeerd spreken? Goeddoende, getuigd van de heiland en tot u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze voor u gezond. Het is een goddelijk werk. Het is een eenzijdig, drie-enig godswerk. En hoe kunt u dan als raad zeggen, hoe kan toch dit zijn? Door wat kracht hebt gij dit gedaan? Goeddoende over deze aarde gaan en toch gevangen gezet. Niet te begrijpen. Een kranke gezond gemaakt. En we geloven geestelijke gaven en weldaden ontvangen. Van het levende hoofd, waarvan Petrus straks gaat getuigen. Deze is de steen, die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd met een hoofdletter des hoeks geworden is. Psalm 118, waar dat zo nadrukkelijk staat opgetekend. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers, 5000 mannen geloofd, tot een hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods overmogen, door s Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar wij doorgronden het ten diepste niet. Kijk, en daar moet het nou op aankomen. Een hartenzaak. Hij is de hartenkenner, hij is de nierenproever. Hij kent elk vezeltje van het bestaan van een ieder persoon. Hij weet waar wij ten diepste wonen. Ik weet waar gij woont. Daar de troon des Satans is. Ze waren ten diepste niet door de sterke rechterhand des Heren geleid. Maar zij waren met eigen krachten, met eigen inspanningen. Zij spanden zich samen. En alles was gemunt op het levende kind. Zij erkenden ten diepste niet de opstanding uit de dood. Want de Sadduceeën, zij geloofden daar niet in. En de overste van de priesters in dit geval ook niet. En de zaligheid is in geen ander. Want onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. Dat is nou die hoofd des hoeks. Dat is nou die hoofdsteen. Die levensvorst, kunt u dat nog beseffen? Wij mensen kunnen niet beseffen. Het is zo opmerkelijk, nogmaals,
vanuit de Handelingen 3, waar de apostel Petrus spreekt over de opgestane levensvorst. Als we daar nou eens een momentje bij stil zouden staan, dan staat ons verstand met eerbied stil. Dat hij naar zo'n verloren, naar zo'n vloekwaardige zondaar heeft omgezien. Dat hij heeft omgezien naar een dode in zichzelf. Kunt u dat begrijpen? Dat hij de levensvorst is, dat is een wonder. Een wonder van vrije genade. Dat is alleen genade. En de zaligheid, in wie is dat te verkrijgen, te vinden? Dat is in de levensvorst. Dat is in de Heer Jezus Christus, welke zijn naam betekent, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ach. Die in hun zonden en afmakingen zich hebben leren wenden door het vrijmachtige bevel van de Heer Jezus Christus om door het geloof uitgestort in de harten tot hem te naderen. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Ach nee hoor, zoek het niet in de wereld. Zoek het niet bij die tempelgangers. Die vier met hun jasjes lopen te pronken met die lange gewaden. Met die tempelbewaarders, met die hoofdmannen. Die zichzelf zien en horen spreken. En wie de woorden zo galmen in de oren van zichzelf, maar die ten diepste niet hebben gekregen een geloofsoog op de borgen middelaar. Hij geeft armen uit genade, de hulp en de verlossing. Want als je je handen vol hebt, dan kan de Heer Jezus zijn boodschap niet aan u kwijt. Hè? Als u uw hart vol hebt met eigen werken, dan kan er geen plaats gemaakt worden door het levensvorstelijke werk van de opperste wijsheid, waarvan Salomo heeft getuigd over de meerdere Salomo, dat hij voorspoediglijk zou rijden op het woord zijner waarheid. U dan die gelooft, is hij dierbaar, hij die doden opwekt en tot hem geneest. En dat hij ze geneest in het hart en dat hij die zondekwaal uitneemt, balsem schenkt in de zielen. Geloof, gave Gods. En geloofden die mannen, die 5000 mannen. Zij geloofden in het woord. Want ze waren getroffen in het hart. We geloven naar gelijk die 3000 pinksterlingen daar op die dag. Ze werden getroffen en verslagen in het hart. De weldaden des Heren gekondigd. Petrus en Johannes, zij mochten door de vrijmoedigheid des Heren verkondigen van die ene naam onder de hemel gegeven door de welke zij moeten zalig worden. Van die steen die veracht was bij de bouwlieden van de tempel. Hij die niet woont in een huis met handen gemaakt, maar eeuwiglijk in de hemelen. Waarvan de tempelberg te Jeruzalem getuigt. Dat hij wil wonen te midden van zijn heiligdom. Dat hij wil spreken van boven het verzoendeksel. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Kent u die levensvorst in zijn gebeen? Hij heeft die strijd doorworsteld alleen. In de hof van Gethsemane, hij was geen man, hij kroop als een worm. En hij van God ontdaan. Daar sprak Maarten Luther van, wie zal dat kunnen verstaan? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En brullende de ganse dag. Hij heeft die strijd alleen doorworsteld. En Petrus en Johannes, zij hebben zo scherpelijk die prediking verkondigd. Van die ene naam onder de hemel gegeven. Door de welke wij moeten zalig worden. Kent u die naam naar waarheid? Kent u hem? In al zijn deugden, in al zijn erkentelijkheid. In al zijn goddelijke majesteit. In zijn recht.
God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerigen door gerechtigheid. Dat dat woord gepriemd wordt in de harten als bij een Job. Ook op de puinhoop van het leven. Als het leven ons zwaar valt. Om te bidden om die krachtdadige werking des Heiligen Geestes. Door die alles doorsnijdende noordenwind. Maar ook op zijn tijd, door die zwoele zuidenwind, die ook wel door het zuidwestelijke wordt aangedreven, maar dan in geestelijk opzicht, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Wie is de Heer Jezus Christus voor uw hart? Welke belijdenis hebt u uitgestort gekregen in uw harten door het werk van de Heilige Geest? Welke belijdenis, dat hoeft geen ellenlange belijdenis te wezen. Welke belijdenis is nodig? Wie is hij voor u? Kan in één woord. Alles. Alles. En nog eens alles. Hij is de volkomen zaligheid. Genezing van onder zijn vleugelen. En nochtans die raad aangewezen. Dien gij gekruisigd hebt. En wij ten diepste met hem. Want er is niemand die God zoekt. Van nature. Er is niemand die naar hem vraagt. Maar in dit leven is nog genade. Voor de grootste der zondaar. Opdat wij met die vorsten zouden buigen. En vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos, lege handen, tot hem gevloden. Die zal hij ter redder zijn. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Die onder de mensen gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. En zij zagen die vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, vermenende dat zij nog ongeleerd waren. Hoort u nou wel, slechte mensen. En ze verwonderden zich. En kenden hem ook wel, dat ze met Jezus geweest waren. Ja, natuurlijk. Ach ja, die mannen, die gingen altijd met die man van Nazareth. De omwentelingen op aarde. En de rondwandelingen. Ze hebben wel gehoord. Maar ze geloofden daar niet in. Maar hoe is het nou ten diepste met ons? Wie is de Heer Jezus nou voor onze ziel? Met eerbied gesproken. Is dat alleen maar een naam van 5 letters? Of heeft u die naam leren spellen? En door genade leren uitroepen. Abba, lieve Vader. Een milde zegen nader. Meld uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen. Eeuwig voor ons open. En weer steeds alle smart. Ik weet niet hoe de toekomst gaat. En ik zal u zeggen. Het leven. Is met de dichter van Psalm 84. Het is niet anders. Dan een jammerdal. Ik weet niet hoe het gaat. Het is een tranendal. Maar nochtans. Het woord van God. Blijft en staat. Vast in alle eeuwigheid. Zal geen duimbreed wijken. Kent u hem? Voor eigen hart en leven. En ieder onderzoeken zichzelf. Opdat wij hem herkennen. Als de Zoon van God. Wie in hem gelooft. Die heeft het leven. Ook al waren hij of zij gestorven. Ja, Petrus en Johannes. Zij hadden de vrijmoedigheid. Ja, hoe kan het ook anders? Hè? Hoe kan het ook anders? Als je nou vanuit dat hemelse heiligdom bediend bent. Dan zijn nog thans bergen, vlak en zeeën droog. Het kan ook zijn dat ons knechten af en toe in de moedeloosheid moeten verzinken. Ach, en dat ze moeten uitroepen. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij, o dierbare middelaar. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt die levensvorst. Waarvan Handelingen 3 getuigt.
Gij zijt die levensvorst. U hebt de weg aan die pers alleen moeten treden. En niemand van de volkeren was met u. En door uw kracht en door uw genade. Door dat dierbare bloed. Rein gemaakt. Rein gewassen. Al heeft u met vele boeleerders gebloeleerd, keer nochtans weder. Dat er voor een Rahab nog ontferming is. Dat er voor een stokbewaarder en zijn ganse huis nog genade is. Dan kan het ook voor u. Kan het voor de grootste, voor de vuilste zondaar. Ontferm u, erbarm u over mij arme zondaar. Maar die raad, ze geloofden niet en ze overlegden nogthans een keer. Hè? En hun geboden hebbende, uitgaande, buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende, wat zullen wij toch met deze mensen doen? Want het is een bekend teken. Het is allemaal, iedereen spreekt erover. Hoe kan dat nou toch? Wat is hier aan de hand? Wij stonden toch altijd fier, als de hoge raad bij de mensen. Wij stonden toch op de hoeken van de markten, met de handen in de lucht, met de borst vooruit. Hoe kan het nou dat die eenvoudige Galileërs nu... menselijke beredenering, u voelt wel. Het is van de mens erin gelegd. Overleggende, en ze mochten niet meer scherpelijk dreigen en spreken tot het volk. Ja. Is er dan wat nieuws onder de zon? Nee. In de wereld zult gij verdrukking hebben, zijn de woorden van de middelaar. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Kijk, dat is van de levensvorst. Van de levende. Opdat u niet zou zoeken de levende bij de doden. Want dat is allemaal dood van binnen. Maar dat u zou zoeken. Dat heil dat nimmer meer vergaat. Want hij zal zijn God geheiligd zaad. Zal hij vergaderen uit alle hoeken en windstreken. Ja, het zal zijn. In de laatste dagen zal ik zeggen van mijn geest. Ik zal uitstorten op alle vlees. En zij zullen komen uit alle landen van de Zwarte Zee. En van de Middellandse Zee. Van Tyrus en Sidon en van Perzië en van allerlei windstreken. Ze zullen komen en ze zullen alle vallen voor hem neer. En ze zullen door zijn naam. Geloven in hem. Geloof. Alleen. Het is niet uit u. Het is alles Gods gave. Ach, en zij dachten, er komt oproepen onder het volk. Hè? Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden, oordeelt gij of het recht is voor God? U lieden meer te horen dan God. Petrus en Johannes, zij spraken van de boodschapper. Van die heilige, die rechtvaardige, die een oor verleent en die de mond en de tong doet spreken. Wat zij moeten spreken. Ach, en die raad, ze dreigde te meer en lieten hen gaan. Want zij wisten niet hoe dat zij hen straffen zouden om des volks wil. Kijk, wat ze wisten ook wel, tenminste. Ze wisten wel dat velen, gelukkiglijk hè, dat zij door het geloof in de Heer Jezus geloof. Want 5000 mannen geloofden dat woord van die ene naam onder de hemel gegeven, door de welke wij zalig moeten worden. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. Dat is nou dat wonder van vrije genade, van vrije, soevereine genade, dat hij de woorden wil schenken, ten diepste ten eeuwige leven. En die krank, omtrent 40 jaren oud, hij was
genezen. De genezing geschiedt. En naar verluidt voor het tijdelijk. Maar bovenal voor het geestelijk. En we geloven geestelijke gaven ontvangen. Opdat hij nog aan de voeten van de discipelen onderwijs zou verkrijgen. Wie zou doorgronden, wie zou kunnen doorspeuren de werken en de wegen van de heilige rechtvaardige God? Hij die doorgaat met zijn christelijke gemeente vergaderend werk, of hoe ze het nu noemen, met zijn kerk vergaderend werk, gaat hij nog door. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen, evangelie wordt, opdat wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen, namelijk van die ene naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden, verkondigd zou worden, in alle plaatsen, in alle steden, uitgaan in de heggen en in de sterren. Hoe zijn de geschiedenissen vol van het werk van de almachtige sterke rechterhand des Heeren. Hij die daar rijdt op het voorspoedige woord zijner waarheid. Bij hem is volkomen genezing. Eeuwige genezing van onder zijn vleugelen. Maar wij een momentje hebben stilgestaan. Wie zou ooit kunnen bevatten de liefde die daar is in dat hoofd. In die oudste broeder die ons lief heeft gehad met een eeuwige liefde. En daarom zijt gij, o mensenkinderen, niet verteerd. Ach, die woorden, geschreven in de harten, verzegeld door het werk van de Heilige Geest. En wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Kies dan heden wie gij dienen zult. Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Hoe zal het toch zijn? Hoe zal het toch worden? Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren land. Niet door ons. Het is alles Gods gaaf. Bekeert u en leeft. Want waarom zoudt gij verloren gaan? Hij spreekt nog. Van boven het verzoendeksel. Hij die zijn dierbare bloed heeft gestort. Tot de volkomen verlossing en genezing. Voor al onze zon. Hij geeft genade en eer. Hij zal het goede niet in nood. Onthouden zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig hij of zij die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Ach, zoekt hem door zijn genade en leef.
Thank you.
Thank you.